Goedemorgen. Ik sta te wachten op taxi papa. Oh, hij komt er nu aan. Hij gaat me naar het station brengen, want het is te glad volgens hem. Ik zit nu bij de Starbucks op Schiphol. Ik ga dus naar Noorwegen, naar Vos. Het is een wintersportgebied in Noorwegen. We gaan skiën en indoor skydiving, eten. We gaan een top in de trein maken naar een natuurgebied. En heel veel leuke dingen. En ik ben dus nu drie kwartier te vroeg. En mijn vader heeft me met de auto gebracht dat ik eigenlijk met de trein zou gaan. Maar het was glad. Ik ben nu bij de Starbucks. En ik ga ontbijten met koffie, flat white en carrot cake. We zijn nu in Noorwegen, in de bergen. En we hebben even een kleine pitstop gemaakt, want het is hier heel mooi. Dus we zijn gewoon te maken. Het is groep. En goeie vlucht gehad, half uur te laat, dus we gaan vandaag toch niet skiën. Maar we gaan iets anders doen, iets een ski race of zo. En ik weet niet zo heel goed wat ik daarbij voor moet stellen. En iedereen vindt het heel leuk dat ik aan het vloggen ben, want dat kent niemand. Hallo, zeg even. Hi. Hallo. Hi. Die horen er niet bij, oh shit. Oké. We moeten even aan deze kant. Okay. Oh, we gaan een foto maken. Oh, we moeten foto maken. We zijn dus nu aan het... De bargaining, rodelen. Het was leuk, hè, Suus? Ja. De eerste was leuk, hè? Superleuk. Superleuk. Het is wel heel koud, het is niet zinnig, dus ik film niet zoveel. Niet uit liefde, zeg maar. Alleen omdat het moet. We zijn nu in Vos Ski Resort. We hebben net gerodeld. En we hebben hier een cabin. Ik slaap samen met Suzanne in de cabin. En we gaan nu pizza eten. En verder is het min 20. Best wel koud. Ik heb allemaal thermo aan. Ik ga nu uit eten in mijn thermo met mijn skibroek, omdat het gewoon koud is om er iets anders naar buiten te gaan. We zijn hier bij een pizza restaurant. Peppes. Peppes pizza. Jazeker. Peppes pizza. Ja. Depending on maar even zien, eens kijk nou hoe dik die korst is. Oké. Okay. Oh my god. Have a nice meal and I'll come with two pizza more when you leave. Oh! Oh. We'll get two more pizza. Because it's very necessary. Hé, Suzanne? Goedemorgen, het is kwart voor zeven. Kwart over zeven, sorry, niet overdrijven. Ik ga hardlopen. Ik weet niet hoe ik het ga doen, want het is echt alleen maar bergachtig. En er ligt echt heel veel sneeuw en ijs. En I don't know, het is echt min 10. Maar ik heb een super dik aangekleed. Ik heb een heel nieuw setje van Otlo gekregen. Dit is een gevoerde legging. Dit is een gewatteerde short. En dan heb ik hieronder nog een wit shirt. En dan heb ik hier een vest en een jasje en een bodywarmer en mijn oren hebben. Als het goed is nu warm. En ik heb handschoenen, dus ik hoop dat het goed gaat komen. En ik heb gewoon mijn Nike Flash shoes aan. Die moeten ook wel tegen een stootje kunnen. Dus gaan kijken. Zo, nu is het eigenlijk alleen maar naar beneden. Zo, moet ik waarschijnlijk alleen maar omhoog. Maar het sneeuwt nog. Er ligt nu sneeuw te grond. Het is super lekker. Dit is de eerste auto die voorbij komt. En ik loop wel 1,5 kilometer, denk ik. Maar ik ben wel... Het is wel lastiger met sneeuw lopen. Maar zo leuk. En ik luister naar Martin Garrix. Wow! Suus, moet even vloggen. Nee, jij viel bijna. Oh. Hallo! Het sneeuwt. En het is ook niet echt heel goed zicht of zo. Helemaal niet. Helemaal niet, inderdaad. En we gaan dus zo skiën. En Suus heeft nog nooit geskiet. De Trail Seeker. Zien we het? Ja. Onze Travel Viking. Die gaat ook vandaag voor het eerst skiën. Wat zijn. Oh, gaat er weer. Head first. Oké. Okay. Zullen we jou head first? Nee! Nee! Ik heb mijn jas niet eens dicht. Vandaag willen we eigenlijk free ride. Dus buiten de piste. Dan moet ik zeggen dat de piste ook meer buiten de piste is geworden. Omdat het echt super veel sneeuw heeft. En ik ben een paar keer flink op mijn bek gegaan. Maar het is niet meer
deze sneeuw is het ook niet zo erg, want het is gewoon lekker zacht. Ja, ik weet het. Dit is zo gevaarlijk. En nu lopen we omhoog. Op mijn freeride skis. Vandaag de hele dag skiet in het ski resort. En het was heel erg ook aan het sneeuwen. Dus we hebben heel veel poeder gehad. En we zijn alleen maar off-piste geweest. Nou, de piste was eigenlijk ook off-piste. Maar ja, nog meer off-piste zijn we geweest. Echt sneeuw tot aan mijn knieën. En ik had ook speciale freeride skis. Dus dat ging op zich best wel makkelijk. Nou ja, het was in het begin wel even wennen. Normaal ga ik eigenlijk nooit van de piste af, omdat ik een beetje een scheiterd ben. Maar het was wel echt super cool. Ik denk, nu heb ik die mogelijkheid om dit te doen. En dan moet ik het gewoon doen. En iedereen is nu aan het indoor skydiving. Maar ik heb echt nog best wel wat werk dat ik moet doen. Dus ik ben nu dat aan het doen. Dus ik ga het ook lekker kort houden. Want over, denk ik, over een kwartier staat iedereen alweer voor de deur. En dan gaan we uit eten. En ik ben al niet klaar met mijn werk. Dus dat moet ik ook even doen. Maar dit is ook werk. Maar wel heel leuk werk. Eigenlijk is allemaal werk leuk, maar... Cool. Cheers voor de main course. Yes. Cheers voor de main course. Is dat grappig? Goedemorgen, het is dinsdagochtend. We gaan nu uitchecken bij Vos Resort. En ik heb nog helemaal geen room tour gedaan van onze cabin. Dus dat doe ik nu eventjes. Kijk, het is een geweldige badkamer. Keukentje. Daar hebben we niet echt veel gebruik van gemaakt. Zeg maar helemaal niet. Kamer van Suzanne. Woonkamer. Prachtig uitzicht. Jammer dat je het niet zo goed ziet. Door de weerspiegeling. En dan hier mijn slaapkamertje. Koffertje al ingepakt. Maar we gaan vandaag dus met een trein. Een heel bijzondere trein. Ga ik je straks meer vertellen, want ik weet niet meer precies wat er nou zo bijzonder aan was. Volgens mij omdat hij heel snel gaat, de snelste trein in Europa. En we gaan een boot toch maken hier langs de fjorden. En ik moet nu een beetje opschieten, want we moeten over 5 minuten bij de auto zijn. En ik moet mijn koffer nog naar boven zien te krijgen. En dat wordt een dingetje. Beseffen jullie wel dat we vandaag, de dag is, dat we Norway in een nutshell gaan doen? Ja. Hey, is eindelijk zover. Ik zie hem echt duiken. Het is echt een schoolreisje. Je moet zo leuk bukken als we aankomen, hè, Mirjana? Ja, ja. Onze banken. Ja, ja, ja. It runs all year. We have 4-day departures now in the winter time, from October until April, and then 10-day departures during the summertime. So it's very popular, and it connects with the Oslo-Bergen line, yeah, all departures. So it's very convenient, you can come from Bergen, Voss or Oslo, and connects and gets to the fjord. And like in the winter time, it's very convenient. We have the mountains where you came from, and connects with the fjord. Die mensen die lachen zich volgens mij kapot. Ja. Oh, die weerspiegeling in het water is echt zo mooi. Ja. Ik ga even praten voor mijn vlog. Dus dat je het even weet. We zitten nu op de fjord safari. Je mag. We zijn in de Vloem, een gezellig plaatsje aan de Noorse fjorden. Yeah. We gaan op een bootsafari. Ja, 2 uur lang. En we hebben genoeg kleding aan volgens mij. Ja, we zijn 10 tonners geworden. Ja. En we gaan op zoek naar wildlife. Oh, gaan we echt op de... Ja. Dat heb ik even gemist. We gaan op zoek naar wildlife. Ja. Okay. Dus het gaat gezellig worden. Ja. En het is heel koud. Ja. Dus misschien is dit mijn laatste shot dat ik maak. Want dan. Ik weet niet wat ik met mijn handen nu ga doen. Jullie hebben stil zijn. Het is de world's longest inhabited fjord. Er is een fjord dat is langer. Maak ze nou weer een selfie? Natuurlijk. En zeg ze wat over mij.
so I did. But it is. Oh mijn god, hoe vinden jullie dat ik eruit zie? In mijn brandweermannenpak. Eronder zit nog een vliespak. En daaronder nog mijn normale kleding en mijn thermokleding. We zijn op bootsafari hier in de fjorden. En het is best wel erg vet. We hebben echt met 80 km per uur over de fjorden gevaren. En dat was echt super vet. Het is echt een super mooi uitzicht. We hebben super veel geluk met het weer. Super, 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 super. Maar het is ook heel koud. We hebben net een kaasproeverij gehad. Maar zoals jullie misschien wel weten, lust ik geen kaas. Dus ik ben eventjes naar buiten gegaan om nog even wat mooie beelden te maken. En om eventjes in mijn camera te praten. Want het is best wel awkward als je met een groep mensen bent die daar op zijn niet van is. Maar ik zal nog even laten zien hoe mooi het hier is. Zo mooi. Zo mooi. En mijn iPhone die ging dus veel te zetten uit omdat hij het zo koud had. En deze camera is ook echt al, die loopt ook gewoon leeg waar je bij staat. Van de kou dus. En de GoPro is ook al uitgevallen. Sucks. We zijn nu in het Mierkdalen Hotel. Dat is in Mierkdalen. En je hebt hier in de buurt twee verschillende gebieden waar je kunt skiën. Dat zijn Vos en Mierkdalen. En in Vos zaten we in cabins. En hier zit een heel groot hotel, een resort hotel. Ik zal je zo de kamer even laten zien. Maar goed, we hebben dus vandaag eerst die treinreis en die boottrip gehad. En daarna een gegeten en een beer tasting. Ik heb me van mijn beste kant laten zien en alle biertjes geproefd. Maar helaas, ik lust nog steeds geen bier. En we gaan zo hebben een presentatie en dan gaan we eten. En denk dat ik dan best vroeg ga slapen. Want ik ben nu echt wel eventjes kapot. Ik kom ook echt niet meer uit mijn woorden. Maar ja, niet klagen. Het is allemaal wel heel leuk. Het is ook heel leuk. Maar och, mijn arm begint nu ook heel moe te worden. Ik heb gisteren met skiën echt een enorme smakker gemaakt. En sindsdien doet mijn schouder best wel pijn. En mijn nek. Ik hoorde ook echt knak. Ja. Het was helemaal zachte sneeuw. Maar ik viel van een of andere rots op de piste waar niet zachte sneeuw was. Dus dat was een beetje een dingetje. Ik zal even de kamer laten zien. My room. And dit is my view. Which is pretty amazing. En het is min 16. Dus vrij koud. Goedemorgen, het is de laatste dag. We gaan zo skiën en dan gaan we vanmiddag uitchecken. En we gaan weer terug naar het vliegveld, maar eerst ontbijten.